is er een mooier gebaar dan mensen een schouderklopje geven. Nou, we leven op het moment in een prijsmarkt. Dat betekent dat de beslissing voor producten die in een bouwproces komen, dat die heel vaak tegenwoordig bij de aannemer liggen en natuurlijk ook bij de opdrachtgever. We zien daardoor dat er heel snel naar alternatieven gegrepen wordt. Wat natuurlijk een heel erg hot topic op dit moment is dat wij als merken natuurlijk zien dat onze producten gespecificeerd worden, want daar staat de architect dan voor in. En vervolgens gaat zo'n project over naar de aannemer. En ja, daar verlies je het wel eens, omdat dan ze liever op prijs of voor weet ik welke reden dan ook een ander product toe willen voegen. Ja, nou, dan krijg je dus een mix van kopieën in een pand. En dat is natuurlijk dat de uitstraling krijgt een hele andere uitstraling in het project. Wat we hiermee zouden willen bereiken is dat de ogen van de architect ook open gaat. En dat men ook ziet dat het natuurlijk voor de architect, maar ook voor ons hele moeilijke tijden zijn geweest. Waarbij wij nu heel vaak, en zeker bij de aannemerij, moeten vechten om producten in het project te krijgen. Hoe ik het liefst zie en wat ik met mijn eigen bedrijf ook doe, is dat je samen een team vormt. Dus eigenlijk zowel met de architect als met de aankopende partij, als jijzelf. Dat je gewoon samen zorgt, oké, hoe kunnen we nou het idee van de architect en het idee wat wij bij onze eigen producten hebben, samen met de partij die het gaat realiseren, hoe kunnen we dat nou zorgen dat plaats gaat vinden? De architect die loyaal is aan onze producten, die onze producten toepast en niet direct kiest voor andere producten die niet heel die ontwikkeling hebben meegemaakt, die er niet al die energie, die liefde en tijd in hebben geïnvesteerd. Wij vinden dat we die architect een schouderklopje moeten geven. Maak gebruik van de expertise van alle partijen die er zijn. Je kan verrassen hoe een ander soms door zijn eigen ervaring gewoon met hele simpele oplossingen kan komen. Want je weet met z'n allen veel meer dan één. Schrijf ons voor, benader ons, betrek ons bij het project. Dan gaan we er samen voor zorgen dat we een topproject neerzetten. Juist.